Afgelopen vrijdag won NEC met 4-1 van Jong FC Utrecht. Een mooie opsteker voor de rest van het seizoen dat nu de transferperiode is afgerond echt kan beginnen. Trainer Jack de Gier is blij dat deze transferperiode nu is afgelopen. Ja, nou ja, goed. In ieder geval qua spelers wel, hè, want je weet nu in ieder geval waar je aan toe bent qua groep. Wat dat betreft ben ik altijd wel blij dat het weer voorbij is, die transferperiode. En ja, voor de rest moet je gewoon elke week voor resultaat spelen. En als je dat haalt, dan zal het rustig blijven. En als je dat niet haalt, dan zal het altijd weer onrustig zijn. Zo simpel is het. Ja, eerder de spelersgroep, daar maakt Anders Atjebar nog geen deel van uit, voorlopig. Kan hij op termijn weer aansluiten of hoe zit dat nou? Ja, dat kan. Ik heb alleen met hem afspraken gemaakt en als hij daaraan gaat voldoen, dan kan hij weer aansluiten. Daarna de selectie die jullie wel ter beschikking hebt. Hoe is het met de rest van Eijden bijvoorbeeld? Want die, daar is er weinig over te vertellen wat zijn blessure is. Kan hij nu, meenemen of is hij nog steeds afwezig? Nee, Rens heeft de hele week niet getraind en daar wordt nog steeds naar gekeken wat het precies inhoudt en hoe lang dat duurt. Dus hij heeft niet getraind, dus komt niet in aanmerking voor de selectie uiteraard. En dan naar de wedstrijd tegen Utrecht. Dat was met 4-1 prima uitslag, maar is het overdreven wat je zegt dat het ook 8-2 had kunnen zijn? Nou, kijk, als je de eerste helft kijkt, dan sta je 4-1 voor. Dan denk ik dat je terecht met 4-1 voor staat. En dan bespreek je met de jongens dat je eigenlijk wil dat je doorgaat. En een uitslag van 6, 7, misschien wel 8 inderdaad neer gaat zetten. En het is jammer dat niet gebeurt. Er zijn wel momenten geweest waarop het had gekund. Maar ja, weet je, we kijken dan altijd wel weer vooruit. En we zitten in de fase dat je naar dingen moet gaan kijken die goed gaan. Uiteraard ook dingen waar je in moet verbeteren. En dat hebben we deze week ook weer gedaan. En het glas is altijd half vol. Dus ja, dan gaan we op die manier naar Cambuur. Ja, dan naar Cambuur. Dat is een flink eind aan het rijden. Ook een niveautje hoger. Dus het is wel gelijk een wat moeilijkere wedstrijd, denk ik. Ja, we spelen op hetzelfde niveau. Cambuur uit is altijd een lastige wedstrijd. Zo zijn er wel meer wedstrijden die moeilijk zijn. Cambuur heeft natuurlijk van de week bij Jong AZ verloren. En dan kan je verwachten dat daar de messen weer geslepen zijn. Nou, daar moeten wij ons op instellen. Vrijdagavond om 8 uur in het Cambuurstadion in Leeuwarden. SC Cambuur NEC.